Oh my god! Wie is er verantwoordelijk voor het neerhalen van de Twin Towers? Ik geloof dat Al-Qaeda en Osama bin Laden verantwoordelijk zijn. Ik weet niet wie verantwoordelijk zijn, maar het blijft een terroristische daad. Denk toch dat het terroristen zijn geweest? Al-Qaeda. Inside job. Bush. De Amerikaanse overheid. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Gigantische explosies waren het onmiddellijke gevolg. Kort daarop storten beide gebouwen in. America under attack, volgens CNN. Van in ieder geval een kundig georganiseerde militaire actie die het land in chaos en paniek heeft gestort. Als je denkt dat 9-11 een aanslag is van terroristen van buiten Amerika, ga je aan die kant staan. En ben je daarmee oneens, ga je aan die kant staan. Er wordt maar gezegd, 11 Arabieren uit een woestijn zijn tientallen geheime diensten van Amerika te slim af geweest. Dan gaat er bij mij gewoon niet in. Ja, maar eigenlijk zijn het geen feiten, want het is nog steeds een complottheorie. Er is niet veel echt gezegd van dit is echt zo, zo is het echt gegaan. Ik denk dat de Amerikaanse overheid tot veel meer in staat is dan dat wij eigenlijk denken. Er is juist geen bewijs, daarom denken al die journalisten. Het zijn terroristen, want dat lijkt veel logischer. Ze hadden zich heel goed ingelezen en ze wisten heel veel van verschillende soorten nieuws af. En daardoor hadden ze ook hele verschillende standpunten. Waarom zijn die verschillen zo groot? Het is denk ik een heel erg verschillende blik op de wereld. Ik denk dat wij meer echt vanuit gaan, oké, de experts zeggen, het waren terroristen, dus dat geloven we. Terwijl zij denken misschien dat ze het zelf beter weten. Hele goeie. Er schuilt een soort eigenwijsheid, een nieuwsgierigheid, maar misschien ook wel een beetje tikkeltje arrogantie. Heb jij die arrogantie, Baller? Je zou het zo kunnen verwoorden, maar ik neem gewoon niet graag dingen 1, 2, 3 aan, weet je wel. De een zegt dit, dus het is zo. Nee, waarom is het zo? Is het wel echt zo? En ik denk dat iedereen dat wel zich zou moeten afvragen. En waardoor je ook eigenlijk zelf met je gezond verstand beter dingen kunt beslissen. Jip, je wilde reageren. Je bent meer in die kant gegaan. Waarom? Nou, niet om de reden dat ik echt meer overtuigd ben, maar omdat ik me meer bewust ben geworden dat er voor allebei de kanten nog niet echt genoeg bewijs is. Dus dan ben ik meer van, dan ga ik in het midden staan. Dan ben ik niet zeker van dat de terroristen hebben gedaan en ook niet zeker dat Amerika het heeft gedaan. Wat ik wel vond is dat als je te kritisch bent, want die leerlingen waar we mee spraken waren best wel kritisch, dat je dan uiteindelijk niet meer tot een conclusie kan komen. Want als je, dan blijf je maar in een soort van cirkel waar je nooit meer uitkomt. Van ja, misschien is dat waar, misschien is dat waar. Jongens, waar is mijn check? Hey!